Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Worden kinderen in Leeuwarden niet te veel verwend? Wereldlichtjesdag herdenkt overleden kinderen in Koepeltheater. En daarna Leo Middelzee Extra met Connie Harkema, beeldend woordkunstenaar. Het is vandaag de dag van het kind. De kinderrechten komen naar voren. Maar worden die kinderen eigenlijk niet wat te veel verwend tegenwoordig? Dames, worden de kinderen tegenwoordig niet te veel verwend? Ja, veel te veel. Ja, alleen te veel. Vandaag, Nationale Dag van het Kind. Oh, oké. Okay. Vindt u dat kinderen tegenwoordig misschien wat te veel verwend worden? Nou, meestal wel, ja. Ja, krijgen we wat alles betaalde papa en mama? De goede opvoeding is natuurlijk dat niet allemaal wordt gedaan natuurlijk. Maar ik weet niet, misschien als enigste kind zijn of zo, dat ze dan wat meer krijgen. Vindt u in Leeuwarden en Nederland het nodig dat er een dag voor het kind is, dat die rechten naar voren komen? Aandacht voor kind is altijd goed, zeg maar. Dat is toch de nieuwe generatie, dus ja. Ja, is aandacht belangrijk? Nou ja, dat lijkt me wel, ja. Je kan ze niet geen aandacht geven. Maar ik bedoel, krijgen ze niet al genoeg aandacht tegenwoordig van de ouders? Of ligt dat per gezin anders? Nou ja, ik weet in ieder geval wel in het onderwijs dat het grotere klassen zijn en zo. Dus daar krijgen de kinderen al niet heel veel aandacht meer. Dus in de familie is natuurlijk wel belangrijk. Ja, tenminste, dat is mijn mening, ja. Het is vandaag de dag van het kind. Ja, uitstekend. Veel plezier erbij. Ja, dat is leuk. Meneer, het is vandaag de dag van het kind. Het is vandaag de dag van het kind. Nee, bedankt. Dat is ook heel mooi. Nee. Meneer, het is vandaag de dag van het kind. Nou, dat is heel mooi. Ja, wat vindt u daarvan? Leuk. Ja? Nou, weer leuker. Zijn de kinderrechten, is dat een belangrijk iets? Kinderrechten, zeker. Het allerbelangrijkste. Is dat in Nederland überhaupt al nodig? Ik denk het wel. Ja, wat dan? Noem een voorbeeld. Nou, ik denk dat vooral die buitenlandse culturen, die gaan wat anders om met de kinderen als de Nederlandse cultuur. En, ja, dat gaat niet altijd even goed. Ja, Nederlanders ook natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat nodig is nog. Zijn over het algemeen kinderen gewoon hier in Nederland wonen al gewoon wel een beetje verwend? Ja, sommigen wel, ja. Ja, ziet u dat ook wel op straat? Ja, absoluut. Denkt u dan van, die heeft wel een mooie jasje aan, maar die is zeker door papa en mama betaald? Ja, nou ja, ik weet niet welke kinderen het u bedoelt, in welke leeftijd. Alle? Nou ja, van 16 jaar af, dan moeten ze hun zelf maar redden, denk ik, of niet? Hey Luc, dag van het kind vandaag. Ja, dag van het kind? Ja. Ik ben nog zelf een kind. Ja, kijk. Krijg je alles van papa en mama? Nee, niks meer. Niks meer? Niks, helemaal niks. En komt dat door jezelf of door papa en mama? Een beetje van allebei, misschien. Maar ik ben uit huis. Wel, je woont al niet meer thuis. Nee. Maar je bent nog wel, je bent nog geen volwassen. Nee, nog lang niet. Lekker zelfstandig. Ja, inderdaad. Kinderrechten. Nou ja, natuurlijk. Kinderrechten. Dat is toch belangrijk, of niet? Ja, anders had je hier niet vrij kunnen lopen, denk ik. Inderdaad. Nou, kinderrechten zijn hartstikke belangrijk. Dankjewel. En kan je ook zelf al koken? Ik ben kok. Zo. Hey. We hebben hier met een specialist te maken. Op tv, hè? Nou, spaghetti, wat maak je? Wat je wil. Wat wil je? Wat is je favoriete? Mijn favoriet? Onze haaspuntjes. Kom je nog een potje scootjes, Joen? Scootjes, Joen? Elke tweede zondag van december is het Wereldlichtjesdag. Een dag waarbij stilgestaan wordt bij overleden kinderen. Leeuwarden geeft hier dit jaar ook weer invulling aan. 8 december wordt een bijeenkomst gehouden in het Koepeltheater. Wereldlichtjesdag is de dag, de tweede dag van december, waarop overleden kinderen wereldwijd worden herdacht. Wat wij doen is in het Koepeltheater mensen ontvangen en iedereen die betrokken is geweest bij het overlijden van een kind is welkom. Ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's, maar ook mensen die vanuit hun professie te maken hebben gehad met een kind en daar een verlies bij hebben ervaren. Wat we hebben is na het welkomstwoord is een afwisseling van live muziek en woorden die troost kunnen bieden. Dus in de vorm van een gedicht. En wat ook belangrijk is dat we het licht ontsteken. Dat wordt wereldwijd gedaan met als symboliek dat om 7 uur per land kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. En op die manier ontstaat er een cirkel van licht rondom de wereld. Hoe is het voor een gezin om een kind te verliezen? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik denk dat iedereen het wel mee eens kan zijn dat er niets ergers is dan het verliezen van je kind. Een kind verliezen is denk ik een van de ergste dingen in je leven die je kan overkomen. Het is ook een verdriet dat nooit overgaat. De rouw blijft altijd.
En elke situatie is anders. Een kind wat ziek is en een lijdensweg heeft en weet dat het komt te overlijden, is ook weer een andere situatie dan wanneer een kind plotseling uit het leven wordt gerukt. En het blijft altijd erg. Maar we nemen ook de mensen mee die tijdens een zwangerschap of net na de geboorte hun kindje zijn verloren. En ook ouders die als volwassen persoon hun kind zijn verloren. Als je een kind van 40 jaar verliest, is dat natuurlijk ook hartstikke... Het is allemaal heel erg. Dus dat, ja, dat is iets wat we met, als gemeenschap met elkaar willen delen en de herinneringen willen blijven maken. Mevrouw Krakow-Bransen en mevrouw Monsma organiseren de bijeenkomst sinds vorig jaar. De vorige organisatoren waren namelijk gestopt. De twee dames werden geïnspireerd door hun werkzame leven in uitvaartsondernemingen. Wij zijn werkzaam in de uitvaartbranche en daarmee hebben we te maken met verlies. En het werd niet meer georganiseerd in Leeuwarden. En we vinden het belangrijk dat de namen van de kinderen genoemd mogen blijven worden. Dat is ook iets wat terugkomt in de ceremonie van Wereldlichtjesdag. En ja, dat is heel, heel belangrijk. Of het nou kort of lang geleden is dat iemand een kind is verloren. Iemand blijft altijd in herinnering. Voorheen stond Leeuwarden altijd stil bij de dag in de Prinsentuin. Sinds vorig jaar wordt dit gedaan in het Koepeltheater. De eerste bijeenkomst was een succes. Voorheen werd het gehouden in de Koperen Tuin. Dat is op zich een prachtige locatie, maar helaas was dat niet meer mogelijk. Wij hadden eigenlijk direct een klik met Titia van het Koepeltheater. En zij wil haar locatie geheel belangeloos en kosteloos ter beschikking stellen. En daar zijn we ontzettend blij mee. Vorig jaar waren wij verbaasd over het aantal mensen dat is gekomen. Het was de eerste keer dat wij het organiseerden en we hadden een grote groep mensen waarvan een aantal moeders hun persoonlijke verhaal deelden. Er was sfeer, er was saamhorigheid, er was ruimte voor een napraatje achteraf. Het was gewoon een mooie herdenking. Wereldlichtjesdag Leeuwarden wordt dit jaar in het Koepeltheater georganiseerd om 6:30. Iedereen is van harte welkom om te komen. Opa's, oma's, broertjes, zusjes, uiteraard de ouders. En ik wil er ook nog even aan toevoegen, mocht je niet in de gelegenheid zijn om te komen, kun je thuis ook om 7:00 een kaars aansteken. En iedereen is van harte welkom. Je kunt op onze website...